beginnen ons leven allemaal op dezelfde manier, als één enkele cel. En toch groeien we uit tot unieke, diverse en complexe mensen. Dan komt er de genen die we overhebben van onze ouders. En dit staat gepleiteld in steen. Of niet? Ik ben Desiree Goubert, laatstejaars doctoraatstudent epigenetica hier in het UMCG in Groningen. Epigenetica is een laag die bovenop het DNA ligt, die bepaalt of genen aangeschakeld of uitgeschakeld staan. Als we de DNA wat we overleggen van onze ouders vergelijken met een spoorweg, dan is de epigenetica zijn de dwarsbalken die bepalen wat door mag en wat niet. Wat bedoelen we nu precies met het uitschakelen en het aanschakelen van genen? Nou, ik ga hierbij een voorbeeld gebruiken van longkanker. Iemand kan oftewel het longkankergen wel of niet hebben. Nou, iemand wat het longkankergen niet heeft, dat is die opa wat 90 jaar wordt en 2 pakjes sigaretten rookt en geen longkanker krijgt. Want hij heeft het gen voor longkanker niet overgeërfd van zijn ouders. Nou, iemand wat het longkankergen wel heeft overgeërfd van zijn ouders, daarbij wordt het belangrijk dat dit gen aan- of uitgeschakeld kan worden. En het aan- en uitschakelen van dat gen gebeurt door de epigenetica. En de epigenetica zijn daadwerkelijk chemische verbindingen die bovenop dat DNA gaan zitten en die zeggen: nu moet je tot expressie komen, zijn je aangeschakeld, en nu moet je niet tot expressie komen en zijn je uitgeschakeld. Wat betekent dat nu voor ons? Met de epigenetica bepalen we dus eigenlijk allemaal zelf, elke dag, door de keuzes die we maken. Sporten we genoeg? Eten we gezond? Doen we genoeg aan ontspanning? Al deze dingetjes zijn belangrijk om gezond te zijn. En de epigenetica verklaart nu ook waarom. Door epigenetisch te editen in het lab kunnen wij dus voor heel veel ziektes iets betekenen door de zieke genen bewust uit te schakelen. Maar waar we de grens trekken, dat is aan ons allemaal. Eigenlijk zijn we allemaal epigenetische editors door de keuzes die we maken en onze levensstijl. Dus leef gezond en maak je ook geen ongelukken.